Op zaterdag 14 mei opende het Leegwatergemaal haar deuren voor bezoekers. Het was namelijk Gemalendag en zo werd er voor geïnteresseerden inzicht gegeven in de werking, het doel en de historie van het gemaal. Eens per jaar is er een Gemalendag en Molendag. En daar doen wij als Rijnland zeg maar, verschillende gemalen. Dus het ene jaar de Leegwater, het andere jaar de Leinde. Of de Krukjes is dan wat anders, het is van een stichting. Maar wij doen zeg maar, eens in de twee, drie jaar hebben wij zeg maar, een open dag hier in het gemaal zelf. Wij vertellen, zeg maar, we beginnen eigenlijk bij de historie van het gemaal. Hè, waarom het Haarlemmermeer is leeggepompt. Wij vertellen dat dit gemaal is zeg maar, het oudste gemaal wat ooit in de Haarlemmermeer is gebouwd als proef. Voor de Krukjes en de Leinde. De meeste mensen weten dit niet, maar dit is eigenlijk het grootste stoomwerktuig vroeger geweest ter wereld. Dit is een poldergemaal, daar hebben we er 25 van. En een poldergemaal zorgt met name in een bepaald gebied dat het water niet te hoog en het water niet te laag staat om het peil, zoals wij dat noemen, zeg maar, op stand te houden.